Hoi allemaal, wat leuk dat je kijkt. Ik zal mezelf eerst eventjes voorstellen. Mijn naam is Pamela, ik studeer allround kapper niveau 3 op het Albeda College en ik ben momenteel tweedejaars. Tijdens deze opleiding leer je een hoop praktijkgerichte vakken, denk hierbij aan knippen, kleuren, watergolven, etc. Ook leer je een hoop theoretische vakken, rekenen, Nederlands, burgerschap, maar ook vaktheorie. Het vaktheorie is eigenlijk alle theoretische delen van het vak. Ik heb zelf voor de BOL-opleiding gekozen omdat ik mezelf eerst verder wilde ontwikkelen als kapster. Op school leer je alles eigenlijk een beetje op eigen tempo. Je leert het iets rustiger als dat je het in een salon zou leren, want daar moet je toch iets meer op klanten focussen. Wel is het bij deze opleiding dat je vanaf begin af aan de praktijkervaring opdoet. Dit is omdat je eigenlijk vanaf dag 1 al stage gaat lopen. En zo kun je uiteindelijk hetgeen wat je op school leert combineren met hetgeen wat je op je stage leert. En zo ga je jezelf eigenlijk veel verder ontwikkelen. Ik heb eigenlijk vanaf dag 1 geen spijt gehad dat ik voor deze opleiding gekozen heb. Dit komt puur omdat mijn hart hier ligt. Ik hou ervan om met mijn handen te werken. En ook kun je al je creativiteit hierin kwijt. Naarmate je wat verder bent in de opleiding, ga je steeds meer dingen doen. Je gaat steeds meer dingen kunnen. En dat zul je uiteindelijk ook gaan merken op je stage. Je gaat steeds meer knippen bijvoorbeeld. Dus je gaat steeds meer echt met de klanten bezig zijn. En dat is natuurlijk ten alle tijde leuker dan op een pop werken. Er werd mij gevraagd wat ik leuk vond uit deze opleiding. Dat zijn eigenlijk wel een paar puntjes. Zo vind ik het bijvoorbeeld heel erg leuk dat wij salonlessen krijgen. Dat is eigenlijk dat de studenten een kapsalon runnen. Dus eigenlijk ga je met z'n allen op dat moment doen of dat je, nou niet doen, je doet het. Of dat je in een salon werkt. Ook is het contact met de klanten heel erg leuk. Je merkt op een gegeven moment dat steeds meer klanten terugkomen en dat je die mensen een beetje gaat leren kennen. Zo kan je steeds makkelijker met de klanten praten en je hebt vaak ook meer onderwerpen om met ze over te praten. In het begin was ik vrij onzeker. Je bent toch wel met iemand zijn kapsel bezig, maar er zijn gelukkig genoeg docenten die je daarbij kunnen helpen. Dus als jij onzeker bent, als jij iets lastig vindt, is er altijd wel hulp beschikbaar. Dus ben jij iemand die enorm gemotiveerd is en die ervan houdt om met zijn handen te werken en het niet erg vindt om met klanten te werken, dan is deze opleiding misschien wel echt iets voor jou. De enige tip die ik je kan geven bij het kiezen van je opleiding is: kies vooral met je hart.